Wat kun je als snackbar in Os doen om ook een bijdrage te leveren aan Alp du 6, het evenement van KWF Kankerbestrijding, waar ieder jaar steeds meer Nederlanders aan meedoen? Bij Restaria De Heihoek en Ussen doen ze dat door speciale Alp du 6 gehaktballen te gaan verkopen. Mensen kopen gehaktbal en dan iedere 15 cent van de gehaktbal die gaat naar het KWF. En ook als mensen dan 5 gehaktballen of meer kopen, krijgen ze een loodje en dan kunnen ze meedoen voor een fiets te winnen. Wordt dan verloot na 23 mei, wordt al lood bij elkaar gedaan, wordt de winnaar uitgetrokken en die krijgt de fiets. De actie heeft ook te maken met het 25-jarig jubileum van de twee snackbars. Ze steunen 3 Ossenaren die onder de naam Team d'Espoir mee gaan doen aan de Alp du 6. Waarbij fietsers liefst 6 keer op een dag de beroemde Alp du 6 in Frankrijk oprijden. Maar toch, gehaktballen in de strijd tegen kanker. Is dat niet een beetje een vreemde combinatie? Nee, ik kom toch gehaktbal zonder kunstmatige kleurstoffen en smaakstoffen. Dat het toch een stukje gezonder is zeg maar, dan een normale gehaktbal, fabrieksgehaktbal. En daar toch een beetje iets mee kunnen doen. Ja. Dat is een beetje een misverstand dan, dat het ongezond zou zijn? Ja, het is natuurlijk niet helemaal supergezond, maar als je gewoon gehaktbal tussen zijn tijd, zeg maar, en dan is het toch niet verkeerd. En of het nu supergezond is of niet, de actie lijkt wel in de smaak te vallen bij de klanten. Dat lijkt me een heel goed idee. Ja, ik vind het ook leuk dat ze eraan meedoen. Ik wist het niet en ik hoor het nou voor het eerst, maar ik vind het wel een goed idee. U bent wel een vaste bezoeker hier en altijd de gehaktbal. Iedere week dezelfde tijd, dezelfde gehaktbal. Dus het gaat veel geld opleveren als het goed is? Als het goed is wel, als het aan mij ligt wel. Nou, jij zit ook aan de gehaktbal. Wat vind jij van de actie? Ja, ik vind het wel een goede actie, ja. Dat ze eraan meedenken, ja, het is zeker een goed idee van hen. Jij bent ook een vaste bezoeker hier? Nee, dat helaas niet. Nee. Ik ga alle frietenten een beetje langs. Jawel. Dus je moet de komende maand nog heel wat gehaktballen komen eten hier eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, dat is wel mijn streven. Ik heb alvast wel wat extra gehaktballen gedraaid voor de zekerheid. Genoeg, zijn er genoeg gemaakt. Dus we kunnen volop vooruit.